belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Exceptioneel, vers van de pers. Er is lokale interesse om de aandelen van Banco di Caribe te kopen. Dat meldt de Extra vandaag. Deze week bevestigde de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten dat de mogelijkheid bestaat dat de aandelen zullen worden verkocht. Die zijn nu in handen van Enya en dat bedrijf moet grondig worden geherstructureerd, zo zegt de Centrale Bank. Alle opties worden onderzocht die aan het slagen van de herstructurering kunnen bijdragen, waaronder dus de verkoop van de aandelen van Banco di Caribe. Banco di Caribe heeft al gereageerd op de mogelijke verkoop van de aandelen. De bank benadrukt dat er geen enkele reden tot zorg is voor haar cliënten en dat de Banco di Caribe stabiel en solide is. Volgens de Centrale Bank zal bij een eventuele verkoop van de aandelen het belang van de cliënten van Banco di Caribe voorop staan. Agua y corriente es esencial para nuestra vida diaria. E pensei in Aqua Electra, da onra di por sirvi e di contribuire al benestar duradero di nostra comunità. Nos che chiamavo tanki, pa cumpri carga sempre con nos. E che altra maniera pa mostravo nos gratitud, offrendo bo un compensacion. A mi ta corsa, mi ta bande di be mi ta bando pao. A mi ta corsa, curso ci chi non è di mondo. Vou prosseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800-0135. Muito nos contribui na minha corso. Alles lijkt klaar voor het nieuwe kabinet Pik-Pisas. Er zijn 7 ministers gescreend, niet de beoogde 9. En dat komt omdat Eduard Braam zich heeft teruggetrokken als minister van Justitie en Ramon Tjong toch niet wordt voorgedragen als minister van Economische Ontwikkeling. Maar het kabinet kan al plaatsnemen met 7 ministers. Pik-Pisas zal behalve minister-president dan ook voorlopig de functie van minister van Justitie op zich nemen. Wanneer de beëdiging gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Enkele beoogde ministers hebben de afgelopen weken laten weten dat ze kritiek hebben op de screeningswet zoals Curaçao die nu kent. Oud-minister Ben Whiteman heeft laten weten dat die kritiek niet terecht is. Hij noemt de screeningswet die Curaçao kent perfect. Volgens hem is het wel van belang dat partijen de namen van de beoogde ministers geheim houden. Op die manier kan niemand beschadigd worden in de media als die niet door de screening komt. Maar dat is een zaak van de partijen zelf. Aan de wet mankeert niks, aldus Whiteman. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse restaurant to give you the best service you deserve. We moeten ons meer bewust zijn van de gezondheid van de oceanen, dat zegt onderzoeksinstituut Kamabi vandaag in de Extra. Ze doen dat naar aanleiding van de wereldwijde dag waarbij gekeken wordt naar de gezondheid van oceanen. En volgens Kamabi kan er nog wel wat verbeterd worden op Curaçao. We moeten meer kijken naar de gezondheid, want zonder gezond koraal zijn er geen stranden meer op Curaçao, aldus Kamabi. Hij is het gezicht van de strijd tegen corona. De Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbloed. Gisteren werd hij blij verrast. Hij kreeg een prachtig schilderij overhandigd, gemaakt door Jean Guirigori. Ze was daarbij geïnspireerd door de strijd tegen corona. Het schilderij werd overhandigd door demissionair minister van Onderwijs Steven Kroes. Curaçao is klaar voor de wedstrijd tegen Guatemala. Dat heeft interim bondscoach Patrick Kluivert gisteren tijdens een persconferentie gezegd. Hij hoopt wel dat er veel publiek komt, want dat is belangrijk. De steun van het publiek kunnen we goed gebruiken, aldus Kluivert.
Curaçao moet gelijk spelen of winnen van Guatemala om door te gaan naar de tweede kwalificatieronde. Het team van Guatemala, zo schrijft de Extra vandaag, is ook klaar voor de strijd en hoopt dat ze kunnen winnen op Curaçao. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.